Het muziektheaterstuk Ajuba, geschreven en geproduceerd door Josta Vasseur, gaat morgen in première. Het thema is bestrijding geweld tegen vrouwen. Het stuk wordt geregisseerd door Tolin Alexander en de muziekdirecteur is Rolinzo Heur. Een nacht is een nacht. Are you talking to me, Charles? Yes, Ajuba, I'm talking to you. My wife, who I've been married to for 30 years. Thank you, sir, for reminding me on my married state. But may I remind you on my turn that I have asked you 100 times not to raise your voice while you're talking to me! Een fragment uit het theaterstuk Ajuba gisteravond tijdens de generale repetitie in Theater Thalia. Vasseur heeft Ajuba in het Caribisch Engels geschreven omdat het verhaal zich in het begin afspeelt in Haiti die door een orkaan is getroffen. Na de natuurramp besluit Ajuba, gespeeld door Brigitta Misijan, naar Suriname te vertrekken. Haar huwelijk met Charles, gespeeld door José Parami, die losse handen heeft, stelt haast niets voor. In Suriname maakt Ajuba zich sterk met behulp van haar vriendin Lorraine, Regina Haakmat. Ze wordt een zelfverzekerde vrouw en is niet meer onderdanig aan Charles. Misijan en Parami vertellen hoe zij zich hebben ingeleefd in de rol. Het was voor mij dus een van de zwaarste rollen die ik heb moeten spelen. Omdat het actueel is één en je hebt er geen ervaring mee. Dus kruipen in de huid van een abuser is tof. Omdat je niet weet hoe je iemand mentaal kapot maakt. Omdat het eigenlijk mijn eigen situatie betrof, een paar jaren geleden. En het was voor mij niet moeilijk om die rol op te pakken. Ik moest wel even terugdraaien, omdat het al lang voorbij is voor mij. En ik kon het niet meer beschrijven. Ik wist niet meer wat het gevoel was. En toen ik die teksten moest lezen en ik begreep wat mijn personage eigenlijk inhoudt, dan kon ik het weer vatten. Het theaterstuk waarbij muziek en drama elkaar afwisselen, heeft als doel bewustwording te brengen over huiselijk geweld. Samen met de hoofdrolspelers zullen Diego Lapar, Gaby Treurniet en de muzikanten hun kunsten op het podium laten zien bij de première van Ajuba morgen, vrijdag 16 maart in Theater Thalia.